van harte gefeliciteerd met jouw titel als sportman van het jaar in Almelo. Hoe voelt dat? Ja, dankjewel. Dat voelt echt gaaf. Het voelt als een bekroning op hard werken. Ik had dat eerlijk gezegd, ja, natuurlijk hoop je erop, maar de concurrenten, Wim en Pim, zijn ook erg sterke sporters. Ik weet dat ze gepresteerd hebben, wat ook best knap is. Dus een overwinning zomaar had ik zeker niet verwacht. En iedereen die op mij gestemd heeft, ja, dat is natuurlijk fantastisch dat ik dat hiermee heb kunnen doen. Dus, ja. En ja, hoe ga je hiermee verder? Dit is zeker een motivatie, een steuntje in de rug met hoe het nu gaat. Ik ga zeker verder naar de prestaties, op verder bouwen bij de prestaties die ik afgelopen jaren heb bereikt. En ik hoop volgend jaar nog succesvoller te komen. Wat is jouw grootste droom in deze sport? Ik zou heel graag Europees kampioen worden, gewoon bij de overall, zeg maar. Ik ben nu in mijn lidcategorie, maar ik zou graag voor overall Europees kampioen willen worden. Dat lijkt me toch wel heel bijzonder. En lange termijn, dus om ooit een wereldkampioenschap zou wel heel erg gaaf zijn. Maar dan wordt het een lange afstand en dat vergt nog een paar jaar training. Dus dat is nog toekomstwerk, maar ja. Geniet in ieder geval van je sport, dus heel veel hardlopen en heel veel fietsen. Succes verder. Dank u wel.